heren, jongens, wij een hele goede morgen. En wederom mooi weer op het zonnige Spa-Francorchamps. Super gaaf, we zijn er weer. En kijk eens. Wat het allemaal rondgaat op het gebied en wat we bij ons hebben, jongens. Op de topdag nemen jullie mee. Let's go. En gewoon heel eventjes om de video te beginnen. Wat een pareltje. Wordt het dikker dan deze BMW M4 Competition? Volledig en performance. In het oranje, jongens, de basiskleur van de M3 GTS op deze M4 Competition. Wat een wagen! De Kenhardt, de front lip in het carbon. Dit in het carbon. Wat een uitvoering. Laat even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Ik ben heel erg benieuwd, want zo zou ik hem wel willen. Het is natuurlijk een beetje de nieuwe variant van mijn auto, maar holy shit. Dit carbon en de sideskirt. Wat een plaatje. Dit is dus de auto die ik heb voor het komende weekend. Dus dit is het enige waar ik wat twijfel. En dit is iets. Ja, dit zou ik even vergeten. Mijn vader die zei namelijk toen hij gisteren op de stond. Het lijkt wel een raket van achter. Is het ook een beetje. Maar dan voor de weg op wielen. Jongens, we zijn er weer. Mensen, de finishvlag hangt uit. En dat betekent dat zo meteen alle auto's de terug de finishlaan inkomen. GT3, super dik, een van de beste raceklassen. En zeker weten als je kijkt naar DTM. Mijn favoriete raceklasse, maar hier staat iets. Dat is echt heel erg speciaal. Van de BMW M4 Competition X-Drive. Volledig en performance. En dit is de allereerste BMW M4 van Nederland. Volledig en performance uitgevoerd. En X-Drive klinkt misschien heel erg saai. En het klinkt natuurlijk als een unicum. En een schop tegen het zere been. Voor de echte BMW liefhebbers. Maar dit is niet zo slecht als dat je zou denken. Want het X-Drive in deze auto, niet het X-Drive als de X-Drive die je vindt in een N235i Grand Coupé en de M135i, want dit is gewoon in basis achterwiel aangedreven. En dat betekent op het moment dat ik hier ook een van de sneltoetsen intoets, M1 in dit geval, voorgeprogrammeerd voor achterwiel aandrijving. En wanneer ik dat doe, staat alles uit en is het dus gewoon een BMW M4 achterwiel aangedreven. Helemaal top, jongens, precies zoals je wil. En ja, jullie zien de titel van de video. Ik hou deze heel even ingedrukt, want ik ben helemaal zenuwachtig van alle hulpsystemen in nieuwe auto's. Ik denk dat dit de auto gaat worden waar Audi en Mercedes heel erg veel last van gaan krijgen. Want iedereen zei natuurlijk met een grote mond van ja, met een M4 kan je niet op windsport. Kon prima, was niks mis mee. Niks mee aan de hand. Gewoon knap zet je winterbanden eronder en je kon gewoon met dat ding op wintersport. Maar nu dus helemaal. Dit is de reden waarom mensen van Audi van een RS5 gaan overstappen naar een BMW M4. En dat is in mijn ogen een hele goede zet. Tenminste, er zijn natuurlijk zat andere mensen en ik heb er zeker niet het meeste verstand van. Hier een klein sprongetje. Maar jongens, dit is gewoon veel beter dan dit gaat het niet worden. En we hebben hem een keer mogen ervaren op het circuit. We hebben hem op meerdere malen mogen ervaren. De BMW M4 en de nieuwe BMW M3. 510 pk, de bekende 6 in lijn. Twin turbo in dit geval. Maar nu dus dankzij het X-Drive. 3,5 seconden naar de 100. Performance pack en zorgt er niet alleen voor dat je iets harder gaat, dat je keramische remmen aan boord hebt die je stoppen wanneer en waar je wil, maar ook inderdaad carbon bucket seats. En in de
Barry van Dopey Cash. Ik weet niet of je die hebt gezien. Ik vond het een fantastische serie. Die had de sportstoelen erin. En de sportstoelen zijn prima, zijn top, zijn iets comfortabeler. Maar wanneer je echt wil rijden, is dit het wel helemaal. En ik weet niet of het helemaal overkomt. Maar hij is ook wat luider geworden. En dat komt simpelweg omdat we dus een BMW en Performance uitlaat hebben. En daar zei mijn vader heel grappig op. Ik zal het nooit meer vergeten dat hij dit zei. Het lijkt een beetje op een raket van achter. En dat in eerste instantie dacht ik, ja, is dat positief? Maar het is wel uniek. Ja, nogmaals, geen idee of het positief is. Ik weet ook nog steeds niet helemaal wat ik ervan moet vinden. Het klinkt in ieder geval een stuk beter, want de vorige BMW M3, de vorige BMW M4 tenminste, dezelfde generatie met gewoon de normale uitlaat. Ja, dat is gewoon echt dramatisch. Daar moet gewoon een ander uitlaatsysteem onder. En M-Performance komt al een heel eind. Het is niet te vergelijken met het M-Performance uitlaatsysteem wat ik heb, afkomstig van een BMW M4 GTS. Maar dit is al een heel stuk beter dan de voorgaande uitlaten van BMW M3. Wegrijden, lijkt me dit een ideaal moment om jullie te demonstreren wat dus de verschillen zijn met natuurlijk X-Drive M3 M4. Want zoals nu, alles uit, achterwiel aangedreven, drift analyzer gereed, doe ik even. Kan dit nog steeds, zoals je kan zien. Klein stapje op de rem erbij en die auto blijft staan. Hier staat een flitsbusje, denk ik. Dus het is heel goed dat hij inderdaad in de burn-out modus ging en niet in de launch control variant, want dan gingen we dus 3,5 naar de 100 langs een flitser. Ik denk niet dat ze met een Iveco Daily rijden, dus zo te zien gaat het goed. Leek er verdacht veel op, maar wat ik dus wilde laten zien, heel erg simpel. Op het moment dat we naar setup gaan, hebben we meerdere setup dingen die we kunnen aanpassen. Zo zie je dus inderdaad, de motor staat momenteel op Sport Plus. Onderstel in comfort, anders wordt hij echt knalhard met deze stoelen. Daarna sturen richting in comfort, dat is wat lichter. Sport vind ik te elektronisch persoonlijk. Rem staat ook in comfort in plaats van sport. Sport, dan grijpt hij gewoon iets harder aan. Vind ik ook weer iets minder gevoel in zitten. Maar dan moet je gewoon lekker zelf ervaren. Maar hieronder wordt het interessant. Los van het feit dat we dus 10 verschillende standen tractiecontrole hebben, hebben we het MX-Drive. En er staat 4-wheel drive, 4-wheel drive sport. Of dus inderdaad 2-wheel drive. 2-wheel drive staat alles uit. Moet je dus ook echt alles helemaal zelf doen. Vind ik persoonlijk hartstikke leuk. Maar dat gaan we nu niet demonstreren. Hebben we net gedaan. Dus we gaan naar 4-wheel drive sport. Ik schakel terug. Ik doe de versnellingsbak naar automaat. Ik doe hem 2 keer omhoog. Dan gaan we naar de snelste baksetting. Voet diep op de rem. Diep op de rem. Gas er helemaal bij. En dan vliegt het er vandoor. En dan ben ik benieuwd wat Flitsmeisje in dit geval gaat zeggen. 4 seconden naar de 100. Hij loopt iets achter. En dat betekent dus inderdaad dat wij gewoon rustig in 3,5 seconden met dus een BMW M4 naar de 100 schieten. Nou, kan ik je één ding vertellen. De vorige generatie was dat zo goed als onmogelijk. Want ze zeiden 4 seconden. Maar op het moment dat je dat dus doet, probeert. Nou, je komt helemaal nergens. Het is dramatisch. En een stoplichtsprintje probeer ik niet eens meer. Rollend, geen probleem. Ik probeer iedereen aan te pakken. Maar stilstaan met de vorige generatie BMW M4. Of je tractiecontrole aan hebt, of je hem in sport hebt, of je hem uit hebt. Het is het gewoon net niet. Dus dat moet je ook gewoon niet doen. Je moet gewoon lekker de eer aan jezelf houden. Gewoon lekker laten gaan. Maar dat is het dus niet. En dit is het dus wel. Mm-hmm.
laten we dan nog heel even snel een rondje doen om de auto. Dan zien we natuurlijk, jongens, het is een giga verschil qua looks met de normale BMW M4 Competition. Wat is dit onwijs gaaf, jongens. Van de vleugel tot aan de carbon diffuser. Ik heb denk ik nog nooit, of tenminste in tijden, niet een pakket gezien wat zo mooi bij elkaar aan is. Moet je even kijken, die sideskirt, hoe die doorloopt in de diffuser aan de achterkant. Overal is over nagedacht. Ja, en er is natuurlijk al eindeloos veel gezegd over de BMW M4 en de BMW M3 G80 neus. Maar jongens, met deze voorsplit en met deze winglets aan de voorkant vind ik het gewoon een compleet andere look. Sterker nog, als ik zo heel eventjes naar achter loop, denk ik gewoon dat het nu onwijs dik is. Kijk eens wat het verschil het maakt. Ja, je moet heel eventjes deze vlieger wegdenken. Die heb ik net onderweg meegenomen. Wat een verschil. Zo klopt het toch? Zo klopt die auto toch gewoon wel. En inderdaad, op een zwart of op een grijs vind ik dat wel heel anders. Maar het oranje met het zwarte als accenten, dit is gewoon zo vet. Dit is natuurlijk nieuw. We hebben andere wielen die nu rondom dezelfde maat hebben. Dit is het carbon. Dit was natuurlijk carbon. Dak was carbon. Het vinnetje, denk ik, is wel M-Performance carbon. Sidescore nogmaals, de wielen, de winglets. En deze voorlid met deze inserts. Wat een ding is dit geworden, jongens. Ik vind hem oprecht super vet. En ja, ik heb altijd gezegd, ik zou mijn M4 nooit op de nieuwe generatie inruilen. Maar het begint nu toch wel langzamerhand te kriebelen. De meeste all-wheel drive of x-wheel drive varianten van een auto worden natuurlijk zwaarder. Is het helaas zo dat dus de G80 variant ten opzichte van de F80 variant al een heel stuk zwaarder is geworden. Namelijk bijna 300 kilo verschil. Ja, en 300 kilo verschil in een sportauto is naar mijn zeggen heel erg veel. Heb ik daar ook goed nieuws? Het wordt niet heel veel zwaarder wanneer dus X-Drive aanvinkt. Namelijk, het scheelt maar 30 kilo. Dus inderdaad, je hebt bijna 330 kilo zwaarder dan de vorige generatie. Dat is heel erg veel. Maar als je dan denkt van nou oké, okay, het X-Drive is slechts 10% zwaarder dan dat het al zwaarder was, dan valt het wel weer mee. En dan denk ik toch, ondanks dat ik echt natuurlijk een diehard liefhebber ben en dat ik nog steeds denk dat, zo, golfslagbad, hup. Voorgaande BMW M4 en M3 een stuk leuker, een stuk rauwer zijn om mee te sturen. Als je dus voor de nieuwe BMW M3 en M4 gaat, zou ik denk ik gewoon gaan voor de X-Drive variant. Niet alleen voor het gemak. Ja, het is inderdaad makkelijker in sneeuw en koude omstandigheden. Maar je hebt gewoon het beste van twee werelden. Je hebt het grip, het gemak. Wanneer je wil invoegen, wanneer je echt gewoon hard wil rijden zonder dat het heel erg spannend is. Je hebt nog steeds het gevoel van een BMW. En daarnaast dus, kan het allemaal uit. Kan het allemaal gek. Ik denk persoonlijk dat dat een heel erg mooi einde is van deze video. Jongens, laat in de reacties weten wat jullie vinden van deze BMW M4 zoals die hier staat. Zou je er 200.000 euro op stuk slaan of zou je toch weer gaan voor de Audi RS5 met wellicht wat apt onderdelen? Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van vinden. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie van de video vonden. Ik hoop dat jullie hem heel erg gaaf vonden. Komende twee weken helaas geen video's, verwacht ik. Ik denk dat het internet in Italië dramatisch is. Maar ja, er komen wel weer hele gave video's aan. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie weer heel erg snel. Mazzelen!